Welkom bij de Goed Met Geld Podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken, of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je goed met geld. Dit is aflevering 18 van Goed Met Geld. Ik ben Bas van FireTheBoss.eu en ik ben Arjan van Stoppen voor mijn en samen maken we deze podcast om Nederland goed met geld te maken. We zijn nu zo'n drie maanden bezig en we vinden dat we lekker bezig zijn en daarom gaan we gewoon door. Yes, Bas, aflevering 18. Hoe was je week? Mijn week was goed. Het was een iets rustigere week. Ik heb een training gevolgd, twee dagen lang. In plaats van uh, alleen maar vijf dagen bij de klanten zitten, nu dus uh, een beetje een gebroken week. En dat is ook wel eens lekker. Ja, nee, herkenbaar. Er uh, is wat anders dan de hele dag op kantoor of uh, inderdaad de hele week bij een klant. Hoe was jouw week? Ja, ik had deze week echt dat, 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 kippenvel bijna. Uh, ik zag dat mijn buren uh, hun appartement te koop hebben gezet. Nou, en dat totaal niet interessant, want het is niet grenzend aan mijn appartement. Uh, maar het is wel in hetzelfde appartementenblok. En het is dus eigenlijk gewoon exact hetzelfde appartement. Dus dat is voor mij altijd wel heel erg leuk om even te kijken van... Ja, wat is mijn appartement nu ongeveer waard? He, want dat, ik heb er ook een blog over geschreven. Dus misschien weet je deze informatie al als je nu naar deze podcast luistert. Um, maar ik vond het toch wel heel speciaal. Ik heb mijn appartement uh, eind 2016 gekocht uh, voor een vraagprijs. Of met een koopprijs met een van 142.000 euro. En nu 2,5 jaar later wordt voor eenzelfde type appartement in hetzelfde blok 195.000 euro gevraagd. Dat is gewoon een, een dikke plus 30%. Daar kun je niet tegen opwerken. Nee, daar kan je zeker niet tegen opwerken. Daar kan je bijna niet tegen op investeren. Want dan moet je wel heel erg veel geluk gaan hebben. Dus. Uh, ja, effectief. Ik heb er natuurlijk helemaal niks aan, want ik ga toch niet verhuizen en uh, het zit allemaal in stenen vast. Maar het was toch wel even van, hmm, ja, uh, word, ik wel, word ik wel blij van. Ja, er is een blogger, ik weet even niet meer wie, die heeft daar ooit eens wat over geschreven. Hoe bedoel je? Als in uh, de, de, de bakstenen of uh, als in... Je, je geld vastdoen? uit de bakstenen halen. Oh, je geld uit de bakstenen halen. Ja, nou, die gaan we natuurlijk ook in de show notes uh, meenemen. De show notes van vandaag vind je natuurlijk op de goed goedmetgeldpodcast.nl slash 18, want we zitten in aflevering 18. En ja, vandaag gaan we het hebben over verschillen. Want uh, wij presenteren deze podcast met z'n tweeën, Bas en ik. En we hebben allebei wel een beetje hetzelfde doel. We willen allebei eerder kunnen stoppen met werken. Bas wil zijn baas kunnen ontslaan. En ik wil gewoon eerder financieel onafhankelijk zijn. Maar er zijn ook best wel wat verschillen tussen ons. En vandaag leek het ons inderdaad wel eens interessant om gewoon eens uh, het over onze verschillen te hebben. Want ja, de neuzen staan dezelfde kant op. Maar af en toe nemen we een ander zijspoor. En. Ook wel eens leuk om gewoon daar eens een klein beetje focus op te leggen, zonder dat het awkward gaat worden en, en al dat. Dus Bas, ja, uh, heb, jij, heb jij allereerst een verschil wat direct in je opkomt? Ja, natuurlijk. Het grootste verschil is de manier waarop wij beleggen. Ja, zeker waar. Uh, ja, we hebben crowdfunding, we hebben het beleggen op de beurs en nou zijn we daar wel een beetje in aan het mixen uh, ondertussen. Ik heb wat crowdfunding lopen, uh, jij bent aan het oriënteren op de beurs, maar ja, de, de aanpak daar is natuurlijk wel heel verschillend. Ja, plus ik, ik weet toevallig van jou dat je ook nog eens uh, geld apart hebt staan. Mocht je ooit nog eens een, een leuke vastgoeddeal tegenkomen, dat je ook gewoon vol in het vastgoed gaat zitten. Absoluut, absoluut. En uh, dat vastgoed, hoe, hoe zie je dat dan voor je? Ga je gewoon appartementen en dan uh, huisjes melken? Of, uh... Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Uh, dat, dat is wel het idee: hè? Dat, dat echt voor uh, ja, bewoond vastgoed, uh, wat appartementjes kopen en die verhuren en op die manier wat inkomen genereren. Um, maar ik sluit niet uit dat als er een andere deal langskomt, dat ik daar ook in spring als de, als de cijfers goed zijn en, en het logisch is om op die manier zo'n investering te maken. Ja. Sluit ik niet uit dat het ook een bedrijfsband kan zijn bijvoorbeeld. Oh ja, oh ja. maar hey, zou je dat dan uh, alleen willen doen? Of zeg je van, nou, als, uh, 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 ik ben nu alleen, uh, maar de bak geld is niet groot genoeg. Als we het met z'n tweeën doen, uh, is dat wel prima? Of zeg je van, nou, uh, ik wil toch echt alleen uh, de eigenaar zijn? Ik hoef zeker niet alleen de eigenaar te zijn. Sterker nog, uh, ik ben een tijdje geleden begonnen inderdaad, met het actief zoeken naar vastgoed. En dat doe ik samen met een uh, partner. Niet met mijn partner, niet met mijn vriendin. Maar met een uh, investeringspartner van me. Die al wat ervaring in het vastgoed heeft. Ja, hij wil graag nog, uh, nog zo'n deal doen. Ik kan van hem leren. Samen kun je het financieel ook mogelijk maken. Dus ik ben zeker niet van plan om dat alleen te doen. Als het alleen moet, dan kan dat misschien, misschien niet. Afhankelijk inderdaad van de grootte van de investering. Maar ja, weet je, er wordt gezegd... je kan beter 50% van een goede deal hebben... dan 100% van een slechte deal. Ja, nee, zeker waar. Hey, maar dat is wel al meteen een verschil, hè. Want uh, ja, jij kijkt ook echt serieus naar vastgoed. En ik heb er ook wel eens over nagedacht... maar ik moet er toch niet aan denken. Uh, ik, ik woon hier in een praktiek met, met acht appartementen. En even kijken, even, vijf van de acht zijn er verhuurd... Nou, en wat voor gezeik sommige eigenaren dan hebben. He, sommigen die hebben het uh, als, als groot uh, helemaal in een organisatie verhuurd. En dan erg losse kamer verhuurd aan studenten. Want ik woon in studentstad. Maar sommigen die, die verhuren het dan aan, aan twee mensen of aan een stelletje. Of, en elke keer is er weer wat. En dan, dan spreek ik die eigenaren wel eens op de VVE-vergadering. En dan is het toch elke keer weer van. Ja, de, de rendementen zijn niet super hoog. En ja, natuurlijk, het wordt wel meer waard, maar de hypotheek, die hypotheek die moet ook gewoon doorbetaald worden en de huurinkomsten blijven een beetje achter en dan gaan ze er weer uit en ja, dan heb ik weer lekkage en, en al dat. Dus ik, ik ben er misschien ook wel een soort van bang voor om inderdaad echt in dat, dat vastgoed in te gaan, uh, omdat er best wel wat zorgen ook nog bij kunnen komen. Ja, en dat is heel terecht denk ik, hè? maar je moet wel, dit, dit, dit soort punten moet je van tevoren meenemen. En dan is er niks aan de hand. Als jij ervan uitgaat dat je af en toe gezeik hebt, dat je leegstand hebt, dat je een aantal weken per jaar bezig bent met een nieuwe huurder in je pand te krijgen en dat er af en toe onderhoud gedaan moet worden, als je dat meeneemt van tevoren in de analyse van je deal en hij is nog steeds winstgevend genoeg en dan daarbovenop zit er nog een stukje marge in voor onvoorziene uh, ja, gevallen, dan kan er niet zo heel veel fout gaan. Snap je? Als het in het slechtste geval of in een slechte prognose nog steeds winstgevend is, dan kan er niet zoveel fout gaan. Maar als jij mooi weerspeelt in Excel en je denkt, nou, als ik rekening houd met iets meer huur en rekening houd met iets minder leegstand en dan gaat het net, ja, dan kom je in de problemen terecht. En dat is ook de reden overigens dat ik tot nu toe nog niks heb gekocht. En ik heb echt best veel geanalyseerd. Ik ben ook met veel verkopers en makelaars in gesprek geweest. Veel bezichteringen gedaan, eh, biedingen op, eh, nou, echt. Meer dan tien woningen gedaan, inmiddels en allemaal kaatsen ze af omdat het gewoon geen zin heeft. De Excel zegt: We gaan het niet doen, en ik ga dan ook niet de toch inspringen omdat ik tegen iedereen wil kunnen zeggen: Ik beleg een vastgoed, ik wacht tot er een goede deal is. Ja, nee, goed gelijk. Oh, ik wist helemaal niet dat je dat je al zover daarin was. Ik, ik wist wel dat je ermee bezig was, maar niet dat je echt actief al uh, aan het uh, bieden en alles was. Maar dat, dat is ook wel eens een, uh, een uh, spreker die ik heb gehoord. Dat was toevallig Robert Kiyosaki, die we uh, in onze volgende aflevering ook nog eens uitgebreid gaan behandelen, maar die heeft wel eens gezegd, want die zit echt heel erg in het vastgoed en die zegt, ja, ik, ik bekijk liever 100 appartementen en sluit geen deal, uh, dan dat ik één appartement uh, bekijk en een slechte deal sluit. Absoluut. Uh, en die zegt ook, blijf kijken, blijf kijken, blijf kijken, en als er echt een pareltje tussen zit, doe dan pas een bot. En als het geen pareltje is, moet je het gewoon ook niet doen. Klopt. Ja, maar de, de, nou, hè, de, ik vind dit best wel een verschil tussen ons. Want jij ziet inderdaad veel meer uh, de mogelijkheden. En, en ik uh, ben wat terughoudender, want ik zie ook de risico's. En uh, hou me daar liever een beetje van afzijdig. En nou, dat is toch wel een van onze verschillen, denk ik. Dat denk ik ook. En dat, ja, datzelfde verschil zie je eigenlijk terug in een aantal andere zaken. Hè? Een beetje de uh, vooruit met die bal, of we gaan even het water testen, hoe het, hoe het erbij staat. Ja, ik heb wel een beetje koud koudwatervrees. Ja, dat maakt niet uit, want op een gegeven moment dan voel je dat het water toch niet zo heel koud is. En dan is het best leuk en voor je het weet zit je de achttiende aflevering alweer op te nemen. Ja, bijvoorbeeld inderdaad. Want hè, jij bent ooit een keer begonnen met het idee, zullen we een podcast gaan doen? Ja, en, en super tof. Maar er zijn best wel wat drempels inderdaad door allebei van ons uh, overwonnen uh, om hier inderdaad mee te beginnen. Um, en ook in, in onze blogs zie je dat heel erg terug, hè, dat wij best wel wat verschillen hebben. Uh, ik, ik blog zelf heel erg over het, überhaupt alles wat met geld te maken heeft. Terwijl jij het echt super tof vindt om gewoon hele concepten uit te werken uh, en, en daar gewoon inderdaad feedback op te krijgen. Ja, ik ben wat experimenteel dan hè, in het blog. Ja, en, en ook bijvoorbeeld dat je op een gegeven moment in het Engels bent gaan bloggen. Uh, aan de ene kant heel tof omdat je een groter publiek kan bereiken, uh, aan de andere kant wel het risico dat je veel meer concurrentie hebt. Ja, nou ja, goed. De concurrentie is niet erg als je de beste bent. En ik wil niet zeggen dat ik de beste ben, maar ja... Je, je boort een groter publiek aan, of een groter potentieel publiek. Inmiddels wat ervaring opgedaan natuurlijk met het Nederlandse blog. Nou, die ervaring neem je mee als je met een nieuwe site start. En tot nu toe gaat dat best goed. Ja, nee, zeker waar. Ik, uh, ik denk dat we voor ons allebei al kunnen zeggen... dat we uh, best wel goede bloggers ondertussen zijn. Uh, en dat we zeker, ook al zijn er heel veel verschillen, dat we best... Allebei toch wel kunnen zeggen. en met trots, ik ben blogger. Absoluut, absoluut. Ja, en dat levert zoveel vaardigheden weer op in de rest van je leven. Uh, dat je, ja, je je wordt er gewoon een beter persoon van, denk ik. Want in mijn werk heb ik helemaal niks met bloggen en internet en online marketing en dat soort dingen van doen. Maar door te bloggen leer ik daar wel weer heel veel, heel veel van. En dat is, een, dat is toch een stukje kennis die je meeneemt. Oké, okay, maar Bas, we, we hebben nu een aantal verschillen genoemd. Van, uh, jij bent inderdaad iets meer. Uh, later ervoor gaan en ik heb wat koud water vrees. Maar even recht op de man af, denk je dat ik mijn doel ga halen? Ja, natuurlijk. Nee, kijk, jij bent gewoon goed bezig. En ondanks dat jij het anders doet, op een andere manier dan ik... en, en best wel een andere mening over bepaalde zaken hebt... denk ik zeker dat jij je doel gaat halen. En de reden daarvoor is, is dat de fundamenten, die zijn goed. Hè? Jij bent met goede dingen bezig. Ook al zijn dat andere dingen dan waar ik mee bezig ben... je bent nog steeds met hele goede dingen bezig. Ja, en dan, dan kan er niks anders volgen dan succes, toch? Ja, en dat gevoel is eigenlijk wederzijds. Hè? Want ik denk ook zeker dat jij het gaat halen. Uh, op een andere weg, zeker. Uh, maar er zijn vele wegen die naar Rome rijden. En dat is eigenlijk ook wat we, wat we jou als luisteraar willen vertellen. Uh, natuurlijk, het is heel leuk om een beetje naar verschillen te kijken. En van, ja, ik doe het zo. Ja, maar ik doe het zo. Maar ik denk er ook eens over na nou van, ja, maar hoe doe ik het nou? En uh, doe ik het wel goed? In onze podcast, maar ook in onze blogs, hebben we verschillende manieren van schrijven, verschillende manieren van werken. Uh, verschillende ideeën, maar uiteindelijk gaan we er wel komen. En dat is dus ook helemaal niet erg dat er verschillen zijn. Dat is misschien wel je kracht, want doordat er verschillen zijn... kan je ook daadwerkelijk nieuwe dingen leren. Want als iedereen maar hetzelfde zou doen, dan uh, kan ik helemaal niks van Bas leren. En ik heb echt heel veel van Bas geleerd. Ja, en we hopen natuurlijk ook dat we dat bereiken met de Goed Met Geld podcast. Dat jij zit te luisteren en dat je denkt van... hé, hey, god, dat wist ik nog niet. Wat gaaf. Dat ga ik een keer proberen of daar ga ik beter over nadenken. En als wij alleen maar dingen zouden roepen die jij al weet, ja, dan, dan heb je er niks aan. Dan zit je een kwartier of een dertig minuten te luisteren naar ons en dan denk je, ja, ja dat is hem. Maar dan steek je er niks van op. Dus juist het zien van die verschillen en het ook luisteren naar andere meningen, ja, dat helpt je enorm om te groeien. Ja, en daarin moet je ook gewoon proberen. Hè? Dus, uh, ik, ik weet niet of je het zelf merkt als luisteraar, maar uh, wij hebben vandaag geprobeerd de podcast iets anders op te zetten... Uh, meer als een beetje hè, op en neer gesprek en iets meer de gezellige setting, terwijl we normaal best wel een aantal punten echt stap voor stap afwerken um, om het gewoon heel duidelijk neer te kunnen zetten. Het is misschien nu een wat vager verhaal, maar ja, ook wij zijn zo aan, aan het proberen, aan het testen en niet alleen in onze uh, investeringen, maar ook in onze podcast, in onze blogs. Laten we eens wat anders proberen, kijken of het werkt. Want ja, uh, als je niks probeert, dan kom je ook nergens. Ondanks natuurlijk dat je je eigen mening en je eigen werkwijze hebt. En je zit naar ons te luisteren. En wij hebben misschien wel een hele andere mening, dan hoef je het niet mee eens te zijn. Het is misschien wel heel goed als je het er niet mee eens bent, omdat dat weer een heel ander licht op een bepaald onderwerp uh, laat schijnen. Waar je, waar je beter van kan worden. Maar pas op dat je niet achter de bal aan blijft rennen. Hey, om even voetbal, ik ben geen voetballer, maar om een voetbalmetafoor te gebruiken. als. Elf mensen achter die bal aan blijven rennen, dan, dan komt er niks van terecht en je moet op je positie spelen. Dus ga niet achter elk nieuw dingetje aanrennen, wat je leest in een blog of wat je hoort op een podcast. Blijf, blijf bij jezelf en blijf dingen doen waar jij goed in bent en waar je achter staat. Probeer van anderen te leren en je kan best hè, wat gaan bewegen hier en daar. Luister naar ons, leer van wat wij zeggen. Wij proberen ook weer te leren van de feedback die, die wij krijgen. Maar ja, ga niet zomaar, hé, hey, ik heb wat nieuws gehoord, dat ga ik proberen. Dan verlies je het grotere plaatje. En ja, dat, dat zou zonde zijn. Want juist het grotere geheel kunnen zien en die lange termijn doelstelling om daarop te kunnen mikken, dat is denk ik wat je moet proberen om goed met geld te zijn. En iedereen wordt anders goed met geld. Wij hopen dat we heel Nederland goed met geld kunnen maken. En iedereen doet dat op zijn eigen manier. Leer van elkaar, maar ga niet elke week iets nieuws proberen. Nee, en blijf inderdaad ook jezelf een beetje monitoren. Hou af en toe die spiegel voor. En wees ook even realistisch, kijk op de lange termijn. Uh, als mijn blog op een gegeven moment een maand mindere bezoekcijfers heeft, wil dat niet meteen zeggen dat mijn blog een stuk slechter is. Nee, misschien zijn daar artikelen wat minder interessant geweest. Of uh, is, het, heeft er, is er een storing geweest? Kan ook zijn. Maar dat hoeft niet meteen een reden te zijn om het roer meteen om te gooien en te stoppen met mijn blog of met de podcast. Of noem maar op. En hetzelfde geldt voor je beleggingen. In december 2018, hè, bijna een half jaar geleden inmiddels, uh, liet ik best wel zware. Verliezen op mijn beleggingsrekening zien. En dat betekent niet dat beleggen in indexfondsen niet werkt. Ik had kunnen zeggen: Oké, okay, ik verkoop alles, weg ermee, ik heb hier geen zin in. Dat, dat is onzin. Dit is een hele korte termijn opname die je ziet. Deze maand gaat het wat minder goed. Blijf vasthouden aan je strategie. En als je weet dat de strategie goed is, dat het langetermijnpad, dat dat bekend is, we gaan ongeveer die kant op en dat is de goede richting. Blijf dan vooral daarop gaan. En je kan best hier en daar wat meesturen omdat je van iemand anders wat leert. Ook zelfs op het moment dat wij dit nu opnemen, is uh, het helemaal op de beurs aan de gang dat inderdaad Donald Trump en China in de clinch liggen. En ik geloof dat de beurs in de afgelopen twee dagen al een stukje zijn gezakt. Um, dat gaat ook dus uh, nog steeds gebeuren. Er, er gaat weer een volgende daling komen op de beurs. Dus uh, blijf inderdaad daar gewoon even kijken naar de lange termijn en de lange doelen die je. Uh, die je wil bereiken. Ja, dit is uiteraard geen voorspelling of advies. Hè? De beurzen gaan dalen, maar ze gaan ook weer stijgen. En we weten niet hoeveel en waar en wanneer. Uh, maar inderdaad, je ziet dat er best wat volatiliteit optreedt. Dat betekent niet dat beleggen niet werkt. Blijf je ding doen. En als jij niet op een hele domme manier belegt, dan zal je succesvol zijn. Ja, blijf eraan vasthouden. Eh, we hebben net in het begin van deze aflevering eh, het kort even gehad over vastgoed. Dat betekent niet dat als jij nu jouw beleggingsstrategie hebt waar geen vastgoed in zit, en je hoort ons dat je denkt, ik ga morgen een vastgoed kopen. Eh, dat betekent niet dat je dat moet doen. Maar als vastgoed betekent dat, eh, dat, als dat in jouw strategie past en dat betekent dat jij eerder bij je doel kunt komen, ja, dan hebben we hopelijk toch jou een idee gegeven waar je wat mee kunt. Bas, er, er is inderdaad één ding uh, wat, ze voor, wat onze luisteraars vooral wel moeten blijven doen. Uh, en dat is naar onze podcast blijven luisteren natuurlijk. Hè. Abonneer je op onze podcast. Dat kan via iTunes, Spotify, noem maar op. Uh, we hebben ook een website waarin altijd ook de show notes... Uh, met een korte samenvatting van de aflevering wordt gepubliceerd. Dat is www.goedmetgeldpodcast.nl De show notes die vind je vandaag op goedmetgeldpodcast.nl slash 018, want we zitten in aflevering 18. Verder kan je ons vinden op www.firedebos.eu. Daar blogt Bas met regelmaat... En mijn blog vind je op www.stoppenvoormijnvijftigste.nl. Nou, vandaag hebben we het dus even kort gehad over de verschillen. Maar verschillende wegen leiden allemaal naar Rome. Maak vooral ook daarin je eigen keuzes. En doe ook vooral waar jij je prettig bij voelt. Goed met geld zijn heeft dus niet maar één manier. Hè? Maar iedereen in jij kan op je eigen manier goed met geld worden. Maar blijf wel naar ons luisteren. Tot volgende week. Tot volgende week.